Wel om het debat aan te zwengelen om bepaalde thema's die in deze politiek correcte tijden helemaal taboe zijn, toch hoog op de agenda te krijgen. En omdat de bevolking mij dat ook vraagt. Omdat de bevolking wil dat wij luid op zeggen wat zij stilletjes denken. Mm. Wij zijn op heel wat momenten de stem van de zwijgende meerderheid. Wij zeggen dingen die controversieel zijn. Die plat zijn. Controversieel in en bepaalde kringen. Soms. Bij de intellectuele, en met alle respect, journalistieke en politieke elite. Die graag politiek correct is. Maar niet bij het volk. Daar vindt men mijn uitspraken ter zake en heel erg correct. Ja. Noemt u zichzelf een racist? Nee, op geen enkel moment. Leg eens even uit. Want er zijn heel veel mensen die daarvan overtuigd zijn dat u dat wel bent. Ik ben geen racist. Ik haat niemand. Met uitzondering van Karel de Gucht, omdat hij mij ooit een mestkever heeft genoemd. Maar dat is professioneel en niet persoonlijk. Maar die voor het haat overige, u, die haat u maar voor het vanuit professioneel maar voor het overige, maar voor het overige, ik haat niemand. Ik heb geen meerderwaardigheidscomplex ten aanzien van iemand met een andere huidskleur of een andere culturele of etnische achtergrond. Nee. Maar ik vind wel dat ik mijn cultuur mag verdedigen. Mijn manier van leven mag verdedigen. Dat ik mijn volk en mijn natie mag verdedigen. Mijn beschaving mag verdedigen. Ja. En vinden dat mijn normen en waarden, de beschaving waar wij voor staan in Europa, onze cultuur inderdaad superieur is aan andere culturen. Maar als u zegt, die Bunyuls mogen op hun kamelen terug naar hun land, dat vindt u niet racistisch dan? Maar mevrouw, u haalt één citaat uit een lange toespraak, veel, de waarbij natuurlijk de nuance volkomen zoek is. Maar ik voel aan de manier waarop u reageert dat u eigenlijk wel voelt en dat u moet toegeven dat dit fout zit, toch? Nee. Kijk, men kan twee dingen doen. Men kan een slogan lanceren zoals eigen volk eerst. We kunnen ook zeggen, wij kiezen voor de prioritaire belangen van de mannen en vrouwen die behoren tot de Vlaamse volksgemeenschap. Dat is een verschillend stijl. Ik denk, als ik zeg eigen volk eerst, dan heeft iedereen het begrepen. Als ik het woord stratees gebruik, dat ik dat pas heb gebruikt, dan zegt iedereen, wat heeft hij nu weer juist gezegd? Dus men mag mij duidelijke en klare taal. Ja. Maar het citaat dat Kathleen daarnet gebruikte, dat is duidelijk en klaar, maar voor mij is dat erover. Och, voor u niet? Weet u, voor de man in de straat is dat er niet over. Voor de man in de straat is dat duidelijke taal, is dat de taal die hij begrijpt en die hij ook spreekt. En we moeten dat niet altijd telkens opnieuw stigmatiseren. De man in de straat een schuldcomplex aanpraten, omdat hij op een volkse manier vertaalt wat hij voelt, wat hij ziet, wat hij meemaakt. Mm. En ik sta aan de kant van het volk, niet aan de kant van de zichzelf verklaarde intellectuele elite, die in de salons ongetwijfeld een politiek correct taalgebruik hanteert. Maar die de problemen van de man in de straat niet kent en ook niet wil kennen. Het is wel dat soort citaten, en er waren er veel meer, die in de aanklacht gemaakt hebben dat u veroordeeld bent voor racisme. Ja, dat schijnproces dat men gevoerd heeft tegen ons was vooral de bedoeling om de grootste partij van Vlaanderen electoraal onderuit te halen. Dat had niets te maken met het feit dat wij een racistische partij zouden zijn of geweest zijn. Ja. Ik blijf erin geloven dat wij opkomen de belangen van ons volk, het eigen volk eerst principe, zonder ons te bezondigen aan racisme. Ja, meneer De Winter, dan denk ik, zo sust u zichzelf op die manier, s'avonds bijvoorbeeld, met de verklaring die u nu geeft. Ik bedoel, ligt u nooit wakker van het beeld dat deze samenleving van u heeft? Nee, niet echt. Nee. Ik word gesteund u door vele honderdduizenden. U sust zich dan door te zeggen, dit gebruik ik maar als beeld om het goed uit te drukken? Ik word gesteund door vele honderdduizenden die in mezelf en in mijn collega's en in mijn partij een teken van hoop zien. En wanneer ik, zoals gisteren en vorige week het geval was, marktenbezoek in Borgerhout, in Antwerpen-Noord, in Hoboken, dan stel ik vast hoezeer die mensen gebukt gaan onder het probleem van de massa-immigratie en de illegaliteit. Hoezeer zij problemen hebben met de verloedering en de verkrotting en de onveiligheid. En dan denk ik dat die mensen geen boodschap meer hebben aan al dat politiek correcte geleuter, maar concrete oplossingen willen en een taal willen horen die zij begrijpen. En ik denk, mevrouw, dat wij het ventiel zijn langs waar heel wat overdruk ontsnapt. Wij behoeden Vlaanderen voor racisme.
Omdat wij juist proberen om die mensen die omwille van hun persoonlijke situatie soms vertwijfeld zijn en dan, ja, oké, alleen maar de uitweg van het racisme zien, juist proberen duidelijk te maken dat dat geen uitweg is. Opkomen voor de belangen van ons eigen volk, baas willen zijn in ons eigen land, ja. Maar racisme, dat zeker niet. Dat is een heel nieuwe invalshoek die u nee, daar biedt, meneer De Winter. 100% identiteit en 0% racisme. Dat zijn wij. Wordt u nooit beu om dit soort strijd eigenlijk te voeren? U geniet daarvan, hè? Eigenlijk, dit soort discussie... ik zie u ook genieten, eigenlijk, fysiek. Ik zou de vraag kunnen aan u stellen. Wordt u het nooit beu om dit soort van vragen aan mij te stellen? Ja, ik krijg altijd dezelfde vragen over hetzelfde thema. Ik antwoord daar graag op en met enthousiasme, omdat ik weet dat ik het gelijk aan mijn kant heb. En ik probeer met de kracht van mijn overtuiging te zeggen wat ik te zeggen heb, omdat ik dat ook meen. Ja. En omdat ik mezelf geen racist, maar een nationalist voel. Ja, en meneer, dat ik ben. Meneer De Winter, laten we daarom iets anders aansnijden. Hebt u veel vrienden in de politiek? Ik heb heel veel vrienden en kameraden. Ook maar in de politiek heb ik vooral medestanders. In dezelfde partij ook medestanders vooral? Nee, daar heb ik heel veel vrienden en kameraden. Absoluut, omdat we daar ook soms ook al vele jaren, soms decennia mee optrekken. En die band, door die enorme tegenstand, wij zijn de eeuwige rebel. En dat betekent natuurlijk ook dat wij schouder aan schouder staan en moeten staan. En dat creëert kameraadschap, hechte kameraadschap. Maar definieer eens vriendschap voor u. Want dit is kameraadschap, dit is iets anders. Vriendschap is een band voor het leven, waarbij men loyaal is ten aanzien van voor elkaar, ook wanneer men weet dat die vriend het soms niet bij het rechte eind heeft. En ik kan u verzekeren dat loyaliteit... Ik heb niet toevallig bij het begin van dit programma ook loyaliteit genoemd. Dat is een van mijn betere karaktertrekken. Loyaliteit voor mij helemaal bovenaan staat in de politiek. Kan een vriend een andere politieke mening hebben? Absoluut. En er zijn er. Maar ik ga hun namen niet noemen, want dan is het einde van die mensen hun carrière misschien aangebroken. Ja. Maar ik heb in de Antwerpse politiek en ook in de nationale politiek een aantal vrienden en kameraden die ik respecteer en die mij ook respecteren. Alleen kan die vriendschap zich nooit uiten in de openbaarheid, omdat dat not done is, omdat dat taboe is, omdat dat het einde van die mensen hun carrière zou kunnen betekenen. U ontmoet ze dan in de duik, met andere woorden. Dat... U ontmoet hen die... Vrienden met een andere overtuiging in het geheim? Of hoe moet ik niet in het geheim. Laat ons zeggen dat dat ook kan tussen pot en pint op plaatsen waar mensen nu eenmaal bijeenkomen, van een restaurant tot een café. Maar dat kan zich niet uiten voor het oog van de camera's. Want dat zou falikant aflopen voor hen. Niet zozeer voor mij, maar helaas wel voor hen. Meneer De Winter, meneer De Gucht, die u daarnet, waarvan u zei ik haat hem. Maar goed, hij zat hier afgelopen week aan de tafel. Dat is puur professioneel, niet persoonlijk. Hebt u gezegd, hij is ook jurylid in de Canvas-collectie. En hij zei van de week, hij vindt dat kunst de wereld kan redden. Wat is uw mening? Kunst de wereld redden? Ik hoop het, maar ik vrees dat dat niet echt het geval is. Wat is kunst dat, voor u? Dat kunst een luxe is. Dat kunst iets is dat vooral die mensen ter harte gaat die er de mogelijkheid toe hebben om ervan te genieten. En dat kunst te weinig toegankelijk is voor de man in de straat, voor de gewone man die daar soms... toch wel heel erg ver van weg staat. Ik vind de kunst in dit land en cultuur in het algemeen te elitair, te weinig toegankelijk voor de GV, de gewone Vlaming, en misschien te veel gericht op de BV, de bekende en soms ook bekakte Vlaming. Bent u een kunstliefhebber? Ja, absoluut wel. Ik kan kunst zeker appreciëren. Ik ga regelmatig naar tentoonstellingen en dergelijke meer, maar ik gruwel van het elitarisme van een Antwerps toneelhuis. Dat tientallen miljoenen er doordraait en een gemiddelde halt van 330 aanwezigen. Maar zeg eens, dan word ik boos omdat waar u wel van houdt. Wat is het laatste theaterstuk waar u van genoten hebt, bijvoorbeeld? Het laatste theaterstuk was niet echt een theaterstuk, maar een musical. Een musical in het Antwerpse Stadsschouwburg, die ik heel erg leuk vond. Porgy en Bess. Overigens dan nog een slavenverhaal uit Amerika, dat bijzonder goed gebracht was. En waar ik echt wel van kan genieten, samen met mijn gezin. Ja.